Als je echt kijkt naar onze plannen, dan zit daar een samenhangend verhaal, wat uiteindelijk betekent dat dit land er sterker op wordt, dat de middengroepen meer geld in hun zak overhouden en dat we ook banen blijven creëren in ons land. We hebben ervoor gekozen om dit land niet kapot te belasten, maar te zeggen, kijk naar wat er bij de overheid minder kan. Voor mij is het ongelooflijk belangrijk dat we beleid neerleggen wat voor langere tijd, dus voor morgen goed is voor mensen, waarbij we zeggen de belastingen gaan naar beneden op inkomen, we zorgen dat je energiebelasting naar beneden gaat, dat de accijns naar beneden gaan of minder hard stijgen. Dus dat hebben we allemaal ingericht. In ons programma ziet u en bij de doorrekening ook dat de middengroepen er inderdaad op vooruit gaan fors op vooruit. Andere partijen die hebben gezegd, wij belasten ook kleine ondernemers, middengrote ondernemers, grote ondernemers, zoals de partij van de heer Timmermans. Die maken wat mij betreft een grote fout, omdat die hardwerkende Nederlander, die heeft wel een baan nodig. En als je dit land kapot belast en de doorrekening, u weet, is tot 4 jaar gedaan en normaal heeft CPB meer tijd en kan het dan ook langer doorkijken. Dat is nu niet gelukt vanwege de val van het kabinet en de verkiezingen zo snel. Maar als je dan daar langer op door zou kijken, ja, dan zie je dat bedrijven het land uitgaan, dat banen verdwijnen. En dan, ja, dan mag u mij uitleggen wat de hardwerkende Nederlander daarin heeft.